Ik ben Alexander Dekker. Ik werk bij de firma Vanas Engineering. Wij maken intralogistieke oplossingen voor bedrijven in de Benelux. Onze producten spelen in eigenlijk op het 4.0 principe, zoals Ceres dat eigenlijk wil demonstreren aan de markt in België, omdat zij zorgen voor een optimalisatie van de supply chain. Dus de vendingmachine zet je decentraal neer bij een werkplaats en daar stop je dus materiaal in. Zoals in dit geval bij Ceres hebben we het over productiekritische onderdelen. Die zitten gewoon in de productielijn en dan zitten deze productjes in de machines. Heeft een operator deze nodig voor een bepaalde order? Weet hij zeker dat ze op voorraad zijn? Weten we voor welke orders de onderdelen verbruikt zijn? En op het moment dat de herbevoorrading moet plaatsvinden, gaat dat volledig automatisch ook via de software van onze machines. Ik ben er gewoon. We zijn al begonnen. Ah, ja. Dat is mijn bloeders.